Misdaadverslaggever Mick van Wely op non-actief na grensoverschrijdend gedrag. Dat is opvallend, want een paar weken geleden zei hij nog dit over de slachtoffers van The Voice of Holland. De Telegraaf heeft een onderzoek ingesteld. Dave Roelvink heeft medelijden met zijn ouders. Wij spraken hem over het vaderschap en zijn nieuwe serie die daarover gaat. Nee. En Fatima over de behaalde medailles vandaag in Peking. Douwe Bob lanceert op een ludieke manier zijn nieuwe muziek. En Leo Kleine is veroordeeld door de rechter. Ik ben Marieke Elsinga. Ik ben Lucky King. En dit is RTL Boulevard.